Ja, het is het mooiste bad van Nederland. Het zit morgen helemaal vol en dat is waar je het allemaal voor doet. Je speelt voor eigen publiek, je speelt tegen een van de beste ploegen ter wereld. Er komen meer dan 2000 man op af. We zijn met een nieuwe ploeg, maar iedereen is gretig, iedereen wil. Nou ja, dat je dat dan in je eigen stad mag doen is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is extra bijzonder. Oranje waterpolo captain Robin Lindhout speelt dinsdagavond in zijn Pieter van der Hogeband zwemstadion in zijn Eindhoven de World League wedstrijd tegen topland Kroatië. De winnaar van het zilver op de Olympische Spelen in Rio. Het toernooi dat de Nederlandse mannen op één doelpunt na miste. Hoe groot zijn jullie kansen? Kroatië is een sterk land, jij weet er heel veel van. Nou, in principe, als je de ploegen langs elkaar legt, dan gaan we niet die wedstrijd winnen. Maar, dat zeiden we ook in Griekenland van tevoren, we gaan ervoor en dan zien we wel hoe ver we komen. We gaan volle bak gaan we er gewoon in. En als we een slechte dag hebben, dan gaan we wel zien wat er uiteindelijk mogelijk is. Maar we moeten eerst focussen op zelf goed spelen, want zonder dat komen we helemaal nergens. Dus daar gaan we sowieso voor. Als je eens verder denkt, hè? Je hebt de Olympische Spelen net gemist, maar HNA, over 4 jaar? Als we met elkaar bij elkaar blijven, dan gaat het over 4 jaar wel lukken. We zijn nu een heel stuk hoger ingestapt al met niveau als dat we 4 jaar geleden deden. Ondertussen in de afgelopen 4 jaar zijn ook nog jongens uitgestapt. Nou, we verwachten nu dat deze groep toch wat serieuzer is. Van begin af aan al. Ook wat meer bereid is om te investeren zelf. Nou, en dat moet uiteindelijk zich uitbetalen in een ticket naar Tokio dit keer. Merk je een verschil dan, nu ten opzichte van een aantal jaren geleden? Nou, we zijn gewoon een heel stuk professioneler bezig. Een aantal jaar geleden was het gewoon roeien met de riemen die je hebt. Het EK in Eindhoven toen de tijd in 2012 was prachtig. Dat was hartstikke mooi. Dat was ook helemaal geweldig dat we 10e werden uiteraard. Maar toch was daar gewoon binnen de groep. Er waren te veel jongens die niet als professional bezig waren met hun sport. Die waren aan het werken, die hadden dan weer dit. Ja, dat heb je nu in deze groep veel minder. Waardoor uiteindelijk de groei veel meer zichtbaar gaat worden de komende jaren. En daar gaan we gewoon nu daar gaan we voor. Daarom spelen we deze wedstrijden. Het is alleen maar ontwikkelen. Dan ga je een keer op je bek. Dan doe je het een keer beter dan verwacht. Ups en downs, maar dat hoort er allemaal bij. Wat wordt de uitslag morgen? Laten we dan maar 9-9 zeggen. Penalties. Oké. En dan de winnende? Ja, ik neem de eerste, dus dat wordt de mijne niet. Maar dat mag een ander doen. Nederland-Kroatië begint dinsdag om 8 uur. En het stadion is compleet uitverkocht.